Goedenavond, welkom bij het online verhuur-event van de Groene Kaap. Vandaag ga ik jullie alles uitleggen over huren in de Groene Kaap. Ik laat je mooie beelden zien van de omgeving, het gebouw en een aantal appartementen. En natuurlijk leg ik je ook het een en ander uit over de procedure. Maar ik stel me eerst even voor. Ik ben Eva van Wolf en samen met TW3 zijn wij het verhuurteam van de Groene Kaap, zoals je hier ziet op de foto's. Vanavond zijn wij live te bereiken via de chat. Wij zitten klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Dus heb je vragen, stel ze gerust, want je krijgt binnen een paar minuten een antwoord. Maar ik zou je wel even willen vragen, de meest gestelde vragen, zoals over parkeren, over de inkomenseis, over de plattegronden, over de verschillende appartementen. Hou die vragen even vast. Want tijdens dit online verhuur-event beantwoorden we natuurlijk al een heleboel van jouw vragen. Goed, zoals ik net al aangaf, gaan we vandaag wat vertellen over de omgeving, de gebouwen, de verschillende type woningen en hoe je kunt huren bij de Groene Kaap. Nou, de omgeving Katendrecht, een super toffe wijk in Rotterdam die eigenlijk alleen maar leuker wordt en zelfs is bestempeld als een van de coolste wijken uit Rotterdam. Metrostation Rijnhaven zit om de hoek, een paar minuutjes lopen en dan zit je binnen 5 minuten met de metro in Zuidplein, waar je kunt winkelen natuurlijk, of bijvoorbeeld naar Ahoy kunt gaan, of Theater Zuidplein kunt bezoeken. En als je naar de andere kant gaat, zit je zo op Centraal Station in Rotterdam. Je kunt lopen naar de Phoenix Food Factory, of natuurlijk naar de Kop van Zuid, waar hele mooie restaurants zitten. Of je kunt met de watertaxi naar het centrum. Dus er is eigenlijk een hele hoop te doen in Katendrecht. En binnen 4 minuten fietsen zit je op Afrikaanderplein, waar een markt is op iedere woensdag en zaterdag. En eigenlijk heeft Katendrecht alles wat wils. Nou, waar ligt Katendrecht? Jullie hebben het ongetwijfeld al eens uitgezocht. Maar hier nog even toch de kaart. In het midden zie je de Groene Kaap. En daaromheen Delfshaven, Feyenoord en natuurlijk het water. En de Groene Kaap ligt ook direct aan het water. Dus het uitzicht is echt adembenemend. Dat gaan we zo meteen zien als ik jullie een video laat zien die we hebben laten maken. Maar eerst, de Groene Kaap, de gebouwen. Je ziet 5 torens en verschillende blokken. Waarvan 3 blokken en 4 torens voor de verhuur zijn. De andere blokken en torens zijn voor de verkoop. Er zijn gemeenschappelijke binnentuinen, of eigenlijk is het 1 grote tuin waar je doorheen kan lopen. En onder die binnentuin zit een parkeergarage. Er zijn meerdere fietsenstallingen aanwezig en iedere woning beschikt over een externe berging. Ook is de Groene Kaap super duurzaam. Het heeft namelijk energielabel A+ en er is vloerverwarming middels stadsverwarming. Nou, dan de woningen. Daar zijn jullie ongetwijfeld erg benieuwd naar. Er zijn verschillende type woningen. We hebben aan de ene kant appartementen. 2, 3 en 4 kamerappartementen. En ook hebben we een aantal topappartementen. Die bevinden zich op de 2 bovenste lagen van de torens. En wat nou de verschillen zijn, die kun je eigenlijk goed op de plattegronden zien op de website. Daar kom ik zo meteen even op terug. En natuurlijk zijn er ook 1-gezinswoningen, bestaande uit hofwoningen, waarbij de entree zich bevindt vanaf de binnentuinen. Dus die kun je vanaf de binnentuinen betreden. En stadswoningen. En die woningen kun je vanaf straatniveau betreden. Alle woningen zijn voorzien van een volledige keuken en badkamer. Iedere woning heeft ook een buitenruimte en dat is of een terras, of een loggia, of een balkon. Dat verschilt per woning. Een aantal woningen beschikt over een parkeerruimte, een parkeerplaats in de parkeergarage. En je kunt terecht bij ons, je kunt ons benaderen om te kijken of jouw favoriete woning een parkeerplaats heeft. De servicekosten voor de appartementen bedragen €75 exclusief parkeergarage en €90 inclusief parkeerplaats per maand. En voor de 1-gezinswoningen is dat €30 zonder parkeerplaats en €45 servicekosten
inclusief parkeerplaats per maand. Uiteraard kun je deze informatie ook allemaal op de website terugvinden bij de FAQ, de veelgestelde vragen, die ik straks ook even allemaal met jullie doorloop. Dus nogmaals, heb je vragen? Wacht er even mee, want wellicht behandelen we jouw vraag nog in dit online verhuur-event. En nu laat ik je heel graag de video zien, waarin je echt een beeld krijgt van wonen en huren in de Groene Kaap. Om jullie een goede indruk te geven van dit hele gave project in Rotterdam. Zoals je ziet zijn ze nog druk bezig met bouwen, maar wij laten jullie alvast de eerste beelden zien van een aantal appartementen en de omgeving. Ga met ons mee! Nou, ik hoop dat jullie na het zien van deze beelden nog enthousiaster zijn geworden over huren in de Groene Kaap. Het filmpje is terug te kijken op YouTube. Dus dat zullen we per e-mail, per nieuwsbrief nog even doorsturen. Nou, dan deel ik graag in het volgende fragment mijn beeldscherm met jullie. Want dan ga ik graag met jullie de website even doorlopen. Waaronder de inkomenseis, veelgestelde vragen en hoe je nou eigenlijk een woning huurt of kan huren. Dus ga met me mee. We zijn nu op de website van de Groene Kaap. Dat is ikwilhurenindegroenekaap.nl. Nou, dit is de voorpagina. En dan wil ik jullie direct even meenemen naar de woningzoeker. Dus hier kun je zo meteen allerlei informatie vinden over de Groene Kaap en wonen in de Groene Kaap. En dan klik je op direct inschrijven. En dan kom je hier bij de woningzoeker.
En dit is even een moment waarin ik jullie wat belangrijke dingen laat zien, zodat je echt zeker weet dat je alle woningen kunt gaan bekijken. Oké, als allereerst kun je klikken op dit pijltje. Dan zie je dus vooraanzicht en, nou ja, je raadt het ongetwijfeld al, achteraanzicht. Oh, ik ben te snel geweest. Nou goed, je kunt in ieder geval kiezen tussen vooraanzicht en achteraanzicht. Dan vervolgens kun je met je muis over de verschillende verdiepingen. En dan zie je dus ook de kleur groen veranderen. Nou, dan klik je een verdieping aan. Ik klik nu natuurlijk een willekeurige verdieping aan. En dan kun je klikken op bekijk plattegrond. En dat is eigenlijk bekijk verdiepingsplattegrond. Dus dan krijg je de plattegrond van de desbetreffende verdieping te zien. Nou, in dit geval zie je dus alle woningen nog op groen. Je kunt er met je muis overheen. Dan zie je weer de kleur groen veranderen. En later, als er uiteindelijk woningen verhuurd worden, dan zal dit oranje worden of rood. Nou, ik klik weer een willekeurige woning aan. En als je dan een klein beetje naar beneden scrolt, dan zie je wat informatie over de woning. En als je meer informatie over de woning wilt krijgen, dan kun je op bekijk woning klikken. Als jij al weet dat dit jouw woning is, kun je op het hartje klikken. Maar dat lijkt me wat voorbarig als je nog niet op de website hebt gekeken. Dus ik klik op bekijk woning. Ik scroll wat naar beneden en dan zie ik uitgebreide informatie over deze desbetreffende woning. Nou, dan zie je onderaan de plattegrond van deze woning. En dan kun je ook nog switchen tussen de verdiepingsplattegrond of de plattegrond van alleen de woning. Nou, dan ga ik weer naar boven. En dan kan ik mijn voorkeur aangeven voor deze woning. Dus ik klik hier op voorkeur. Dan is die toegevoegd aan mijn favorieten. Nou, als ik dan even terug ga. Oh. En ik zou bijvoorbeeld weer voor een andere woning gaan. Dan kan ik zo meerdere woningen aan mijn lijst toevoegen tot aan 10 favoriete woningen. Je kunt ook op een andere manier de woningen toevoegen. Dan wissel je hier tussen woningzoeker en lijst. En dan zie je hier de lijst verschijnen. En dan kun je op die manier ook selecteren. Je kunt hier dus ook hartjes geven om jouw favoriete woning aan te geven. Of je kunt klikken op bekijk woning voor meer informatie. Nou, op het moment dat je dan hebt besloten dat je al jouw favoriete woningen hebt aangegeven, dan kun je hier linksboven klikken op het hartje waarin je dus ziet hoeveel woningen je als favoriet hebt aangemerkt. Nou, daar klik ik dan op en dan maak je je voorkeuren definitief. Dan zie je hier nog de lijst. En dan klik je hier weer op twee voorkeuren definitief maken in mijn geval. En dan is het belangrijk dat je hier al je gegevens invult. Dan kom je namelijk bij ons in het klantdossier. Dan maak je een account aan. Op het moment dat je al deze gegevens in hebt gevuld en hier vervolgens op volgende klikt, dan krijg je een e-mail met hoe je jouw wachtwoord aanmaakt. En deze e-mail moet je even openen en een wachtwoord aanmaken, want op dat moment heb jij dan een account gemaakt bij ons. En dan kun je dus ook vanaf dat moment je documenten gaan uploaden. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, welke documenten moet ik gaan uploaden? Dat laat ik je zien door weer even naar de website te gaan. Ik wil huren in een groene kaap.nl. En dan is dit een behoorlijk belangrijke pagina, de FAQ, de veelgestelde vragen. Dan neem ik jullie direct even mee naar welke documenten je nu moet uploaden. Je gaat naar Ik wil huren in de Groene Kaap. Wat moet ik doen? En dan hebben wij een uitgebreide handleiding voor jullie geschreven. Die ga ik nu niet aanklikken, maar die kun je zelf aanklikken en downloaden. En daarin zie je dus precies welke documenten je moet uploaden. En van sommige documenten leggen we ook uit hoe je deze aanvraagt. Dus dit is een heel belangrijk punt om aan te klikken, te downloaden en goed door te nemen. Nou, dan kijk ik nog even met jullie een aantal andere veelgestelde vragen door. De inkomenseis. Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren? Bij een netto maandhuurprijs tot en met 600 euro geldt 4,5 maal de netto huur. Die dien je te verdienen. Lees dit even goed door. Want dit is belangrijk om natuurlijk te weten of je kunt gaan huren in de Groene Kaap.
Mocht je hier vragen over hebben en het is je niet helemaal duidelijk, mag je ons natuurlijk via de chat benaderen of via de e-mail. En wij zullen straks ons e-mailadres nog even duidelijk in het online verhuur-event aan jullie doorgeven. Even kijken. De minimale huurtermijn is ook belangrijk. Je dient namelijk minimaal een jaar te huren. Daarna mag je per maand opzeggen. Nou, de servicekosten hebben we besproken. Je ziet hier verschillende vragen over de keuken, de badkamer, hoe de muren zijn afgewerkt. Lees dit even goed door, want wellicht is jouw vraag al besproken in de veelgestelde vragen. Nou, dan ga ik nu terug naar het online verhuur event. Want dan wil ik jullie namelijk van harte bedanken voor het bijwonen van dit online verhuur event. Nogmaals, Team De Groene Kaap bestaat uit TW3 en WOEF. En samen zijn wij er voor jullie tijdens het hele traject. Je kunt ons benaderen nu nog via de chat. We zullen nog even online zijn. Je kunt ons ook benaderen via de chat op de website. En natuurlijk, als je later je nog bedenkt dat je een vraag hebt die je niet hebt kunnen stellen, of waarop je het antwoord niet kan vinden in onze veelgestelde vragenlijst, dan verzoek ik je te e-mailen naar degroenekaap@woef.nl of info@tw3.nl en we zullen jouw vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Dan wens ik je voor nu succes met het inschrijven. Ik hoop dat je hebt genoten van dit online verhuur event en dat je enthousiast bent geworden. En hopelijk mogen wij jou binnenkort verwelkomen als huurder in De Groene Kaap. Dank je wel.